Goedenavond, beste mensen. Ik lig hier op een begraafplaats van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Ik neem jullie graag mee terug naar begin 2017, wanneer de journalisten van onderzoeksite Follow the Money een tip krijgen van een anonieme VVD'er. Hij wijst hen op de vraag hoe Henry Keizer, de partijvoorzitter van de VVD, in 2012 eigenaar wordt van dit uitvaartbedrijf. Henry is sindsdien dus eigenlijk mijn gastheer. Kim van Keken van FTM gaat met de tip aan de slag. Keizer blijkt directeur groot aandeelhouder van de facultatieve groep te zijn geworden op dezelfde dag waarop de groep dit uitvaartbedrijf overkoopt van de Vereniging voor Facultatieve Crematie. Van Keken ontdekt dat Keizer het koopbedrag heel laag weet te houden omdat hij ook adviseur was van de vereniging. Kim van Keken en Erik Smit weten met meerdere jaarverslagen van de organisaties een compleet beeld van de overname te krijgen. De vereniging loopt minimaal 19 miljoen euro mis, terwijl Keizer multimiljonair wordt. Ze benaderen ook leden van de vereniging, maar dat is niet eenvoudig, want een aanzienlijk deel is net als ik. Dood. Nadat de journalisten de eerste artikelen hebben gepubliceerd, laat Keizer hen niet binnen bij een persconferentie over de zaak, en dat levert hem geen goede publiciteit op. 20 dagen na de persconferentie treedt Keizer af als partijvoorzitter van de VVD. Ik dank Kim van Keken en Erik Smit. Zij hebben mijn saaie bestaan weer wat opgevrolijkt. Maar Henry blijft nog wel aan als bestuurder bij de facultatieve. Hij is dus nog steeds mijn gastheer en daarom ga ik me straks omdraaien in mijn graf.